Dit contrast. Want in een storm kun je dan gaan denken aan een ontwikkeling. Nee, dan is gewoon iedereen in onze posities. Dat drift zetten we zoals we dat al maanden doen. Maar als je daarna klaar bent en misschien niet ideeën hebt, en waarschijnlijk komt dat niet van de oude rotte aan boord, maar een jonge gast op het voordek die wel een idee heeft. Hey, dat drift, als we dat nou met zo'n lijntje doen, als ik dan 2 minuten snel doe, ontwikkeling. Maar daar heb je dus een andere soort structuur voor aan boord nodig. En hier ben ik heel erg mee bezig met mijn eigen teams. Een coachende manier van leiding geven. Niet de brullende schipper achterop, alles bepaald. Maar juist het voordek hun eigen dingen laten doen, de trimmers hun eigen dingen laten doen. Sessies, brainstorming sessies doen waarin de meest gekke ideeën naar boven moeten komen.